Tot nu toe wel. Oké, in die zin dat wij op heden nog geen kwetsuren hebben. Dus ik denk altijd dat dat het belangrijkste is als je op winterstage gaat. Als je ziet dat bij club toch een speler 6 tot 8 weken oud is. Dat is altijd waar je schrik van hebt als je op stage gaat. Dus oké, ze zitten bijna op en anderzijds niet. Want we hebben toch nog 2 dagen voor de boeg. Morgen en overmorgen. Dus tot nu toe loopt alles goed. Er is hard gewerkt geweest. Niet alleen op het veld, maar ook naast het veld. Zelfs deze namiddag nog is het toch 3 uur aan het padel is misschien niet zo intensief als een voetbaltraining, maar als je dan toch recreatie doet, dat je dan toch even goed actief bezig bent, dat is toch ook aardig meegenomen. Alleen, we hebben de drie voorgaande jaren hebben we ook goede stages gehad en dat heeft zich niet vertaald in buiten het eerste jaar dan, maar het tweede en het derde jaar hebben we dan tegenvallende resultaten gehaald, dus ik denk een stage is goed als je daarna goede resultaten haalt. Dus, maar op dit moment, zowel op sportief als op extra sportief gebied, kunnen we zeggen dat het goed verloopt. Ja. Goh, ik denk dat we vooral misschien met te veel respect aan de wedstrijd begonnen zijn. We hebben het eerste 10 minuten heel moeilijk gehad. Maar daarna hebben we het evenwicht hersteld en denk ik zelfs dat we tot we met z'n tienen vielen, dat wij de bovenhand hadden en dat we goed meevoetbalden. En dan is het vooral belangrijk geweest om met 10 man, dat heeft mij wel gesterkt, dat we in de organisatie gebleven zijn. We hebben met 2 verschillende ploegen gespeeld, maar eigenlijk hebben die 2 ploegen dat goed gedaan. We hebben bijna 70 minuten met 10 man gespeeld en toch zijn we eigenlijk nooit echt weggespeeld geweest. En hebben we zelf ook nog 2, 3 halve en goede kansen kunnen creëren. Dus dat wil zeggen dat het zeker niet verkeerd was en ook denk ik belangrijk is dat je op dat moment, als je met 10 man staat, dat William Dutoit een goede wedstrijd gespeeld heeft. Want als je dan met 5-1 de bodem gaat, dan ga je sowieso twijfelen als je nieuw bent. Ik denk dat de maand januari misschien wel ons seizoen zal bepalen. Dus laten we zeggen dat buiten de misstap tegen Eupen, dat we op dit moment zeker niet mogen klagen. Hè. Dus zoals je zegt, we spelen halve finale van de beker, staan op een 4e plaats. En dat had misschien iets beter kunnen mits de punten tegen Sint-Truiden, die vind ik nog altijd zuur. Maar eigenlijk de eerste helft mogen we zeker niet klaren. Maar alles kan gespeeld worden in de maand januari. En dan kom ik terug naar vorig jaar ook. Oké, toen hadden we geen beker, maar zijn we met 2-9 januari beëindigd. Na 2 keer 3-3 dacht ik thuis tegen Waasland en Moeskroen en een nederlaag in de 95e minuut in Kortrijk. Dus ik denk enerzijds competitie moeten we dat zien te vermijden. We hebben uit Waasland, thuis Charleroi, uit STVV en dan thuis Mechelen. Dat zijn toch 2 kandidaten, play-off 1, dat we het bij ons thuis ontvangen. Dus heel belangrijk, competitie. Maar inderdaad, dinsdag Beker van België. Tweede keer in de geschiedenis van KVO. Dus van mij net 10 jaar geleden dat ik de beker gewonnen heb met Club Brugge. En ik zou heel graag in maart terug op die heuvel staan. En exact 10 jaar na datum nog een keer een beker winnen, maar het begint uiteraard Genk. Vooral niet blind staren op wat er gebeurd is in die competitiewedstrijd, dat is voorbij. Daar win je niks mee, dus focus zal heel belangrijk zijn, concentratie. Een eerste wedstrijd na een beker is altijd link voor iedereen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij die wedstrijd, als je mag zeker geen tegendoelpunt krijgen, dat heel belangrijk is. En met een goed resultaat naar Genk gaan zou inderdaad een opsteker zijn, ook voor die andere competitiewedstrijden. Dus Genk is heel belangrijk. Ik zou zeggen, nog een oproep ook naar de supporters toe. Wij hebben 10 jaar geleden met club, hadden we eigenlijk een uitzichtloze situatie na een 3-1 nederlaag in Gent. En het clubpubliek heeft toen club over de streep getrokken. We hebben toen thuis gewonnen met 2-0 tegen Gent. Dus in die optiek denk ik dat het heel belangrijk is dat onze supporters dinsdag op post zijn en achter KVO staan. We zijn nu 12 januari, dacht ik, dus er zijn nog 19 dagen. En het is altijd heel moeilijk om daar voorspellingen over te doen. In principe hadden wij door de Afrika Cup van Ovono en de blessure van Pulto, konden wij niet het risico nemen om deze belangrijke maand alleen met Chopin. Je moet ook weten dat Verlinden ook uit kwetsuur terugkomt. Dus dat risico konden we niet nemen. Dus alle posities zijn dubbel bezet. En daar zit je met een onervaren jongen dat je voor de leeuwen zou gooien. Dus dat was absoluut een noodzaak.
Voor de rest, ik zeg het, alle posities zijn dubbel bezet. Zelfs met de afwezigheid van Siani en Moussona. En oké, enerzijds hopen wij dat de jongens een fantastische Afrika Cup hebben. Anderzijds hopen we dat ze zo snel mogelijk terug zijn en te gaan pikken bij de groep. Maar ik denk, als er niemand vertrekt, dan denk ik ook niet dat er nog veel zal bijkomen. Blijft natuurlijk het gegeven, Ovono. Hè. Dus inderdaad, het was mijn eerste transfer bij KVO. Ik denk november 2013. Heeft drie fantastische jaren gehad, maar wij moesten nu iets doen. Dus in die optiek kan het, als er voor Ovono een oplossing zou zijn, dan denk ik dat we die jongen dat ook moeten gunnen. En misschien dat een fantastische Afrika Cup hem dat ook kan bezorgen. Ja, maar bon, ik denk dat wat wij ook gezien hebben tegen Schalke. Dus ik blijf erbij, Djali kan het voetballen niet verleerd zijn. Hij heeft dus een heel slechte eerste ronde gespeeld. En tegen Schalke heeft hij toch blijk gegeven van terug wat vertrouwen en toekomst te hebben bij KVO. Dus ik denk dat een fitte Djali in de tweede ronde, dat een transfer is op dezelfde positie van Birger Verstraeten. Dus ik denk op dit moment dat de komst van Birger Verstraeten, is een jongen uit de streek, ik weet dat hij op het stadion woont, maar op korte termijn is dat voor ons geen optie, tenzij dat er op die positie iemand vertrekt. Volgend seizoen is iets anders, maar in de maand januari is dat in principe geen optie voor ons. Maar ik moet zeggen dat de jongen zich vrij vlot geïntegreerd heeft en dat je ziet dat de jongen kwaliteiten heeft. Ook hij heeft het tegen Schalke goed gedaan. En oké, zal morgen tegen Yang waarschijnlijk terug minuten krijgen. En dan zullen we volgende week met de trainers wel een evaluatie maken. Maar ik denk dat we nu vooral de focus op Genk, ik denk morgen min 4 dagen of plus 4 dagen zoals je wilt. Dus ik denk dat nu absoluut de prioriteit heeft. En de jongen heeft het goed gedaan. En ook onze eigen jonge jongens zullen morgen... ik denk dat morgen Jelle en Robbie ook wel aan spelen zullen toekomen. Dus dat is een evaluatie voor volgende week, na de bekerwedstrijd. Om te kijken hoe we daarmee verder gaan. Maar dat heeft zeker... En het is uiteraard ook op die positie dat we dat straks gehad hebben. Positie Djali, Siani, Jonker, Van den Driessen. Dus ja, oké, we zullen dat op tijd en stond wel analyseren. Kwalificatie voor de bekerfinale zou fantastisch zijn, dat is punt 1. En ik kan leven met 7 op 9. Goed, daar hopen we op. Bedankt.